Goedendag mensen, dit is Kerkees, Steendroog en in deze video ga ik jullie wat updates vertellen over de situatie. Ga ik jullie vertellen hoe of wat met mijn filmpjes en dan even gewoon wat updaten. In de zin van, als eerste wil ik zeggen dat ik een nieuwe background heb als voor YouTube. Velen van jullie zullen het al opgemerkt hebben, als je het niet opgemerkt hebt, dan zou ik nog maar even kijken, want hij is zeer mooi. Hij is gemaakt door de prachtige kunsten van Survation HD. Linkje staat in de beschrijving en komt ook in beeld staan, denk ik. Ja, dat weet ik pas als ik hem upload, dat de rest. Als het er nog niet staat, moet je hem zeker even in de beschrijving checken. Je kan ook nog hem abonneren, ik zou het zeker weten doen, want als je hem niet abonneert, maak ik geen filmpjes meer, hè? Nee, maar ik zou hem zeker even abonneren, als ik jullie was. Hij maakt ook game video's. En heel misschien neem ik met hem ooit een Minecraft Let's Play op. En dat staat dan los van de Minecraft Let's Play die ik doe voor de inzenders van de Minecraft wedstrijd. Daar staat er los van. Dat hoort er gewoon niet bij. Maar een keer een Minecraft, misschien de Aether of zo. Dat we die gaan bekijken. De Aether, als je dat niet weet, niet opzoeken, want dan zullen jullie het van mij zien. Dan tweede, even wat over de internet gedoe. Shit. Waarom het niet doet. Hoe het niet doet. Nou, we hebben eerst een wachtrij staan van 25 mensen. En dan 20 cent per minuut, hè. 20 cent per minuut, hè. Weet je hoeveel dat is? Als bij elke van die 5 mensen nou eens 5 minuten overdoen, dan moet je toch zeker 20 euro betalen. Nou, daar hadden we hard geen zin in. Maar na een tijdje waren die mensen wel weg. Belden we op. Ja, dat is waarschijnlijk een lek. Dus, waar ik nu heb, dat is waarschijnlijk een lek. In het internet. Ik heb geen idee hoe dat zit. Ik ben maar een ICT'er in opleiding, dus. Ja. En ten derde. Met de Let's Plays. Ja, het wordt Limbo. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. Ik wil geen geklaag horen van, waarom Limbo? Nou, weet je waarom Limbo wordt? Omdat ik een spelletje wil spelen. En ik dacht, oh, dan doe ik tegelijk over YouTube. Waarom ook niet? En het bleek toevallig iets van 40 minuten Limbo te zijn. Dus ja, dat is dus de special. Zo doe ik dat. Ik ga niet heel gericht een special maken. Nou ja, soms. Ik wil ook nog een vierde punt. What the fuck. Dat was Java die zei van, hey, ik wil update, cut. En toen zei, nee Java, dat mag je niet. Nou, ten vierde. Weet u nog leuke games die ik op Steam kan kopen en die ik kan let's playen? Dat ik alvast weet je wel wat kan opnemen en als ik straks terugkom, elke dag wel een video kan uploaden. Want nou is het meestal 2, 3, 4 per week. Ja. Ja. De vijfde Minecraft wedstrijd loopt nog steeds. Dus ja, als jij mee wil doen, dan doe jij mee. Zet maar je video in. Zondag is het einde, maar het beste is als je ze instuurt op zaterdag, want zodra ik heb ik zondag geen tijd. Zaterdag zal ik eens even alle video's nog goed bekijken. En dan is er één iemand die komt uit als beste en die mag het met mij gaan doen. En wat jullie waarschijnlijk nou horen, dat is, ik zit nog met mijn voet tegen zo'n Guitar Hero ding aan te trappen. Holy fuck man, is in een spin. Wacht even jongens. Spin, had ik geen wat te zeggen jong. Ik hou de microfoon er even bij, goed opletten. Heeft hij wel gezegd? Heeft hij wel gezegd, jongens? Nee? Nou, dat is ook wel logisch, want hij is kapot. Hé! Hey, je moet niet stoers doen. Je moet niet doorstoen, Spin. Ik moet zeggen. Je moet niet stoer doen, kut, Spin. Ha? Ha? Een beetje op de muur gaan lopen. Voel je wel lekker, man? Maar hoe in je hoofd, kut, Spin? Ja, je had hem al vanaf 3 minuten kunnen afsluiten, hoor. Ja, je bent nog gewoon aan het luisteren die ons aan het uitkramen is. Kijk, zoals het potje met vet dat op de tafel werd gezet en nog steeds op de tafel staat. En als je doodgaat, ja, dan staat er nog steeds. Maar misschien ook niet, want ja, Henk bakt friet. Maar Henk die bakt zulke friet dat het potje van vet op de tafel gezet is ingesmeld wordt in de friet. En daarom is de reden waarom Henk's friettent vette friet verkoopt. Dus als jij bij Henk's friettent in Amsterdam bent en je zegt, goh. Die friet, die is me toch wel vet hoor. Ik weet niet hoe dat komt. En dan vraag je aan Jan. Waarom is die friet nou zo vet? Nou, dan zegt Jan, dat ga ik je niet vertellen. Maar dat is, ja, dus waarom. Ja, je had deze video lang een paar minuten kunnen afsluiten.
Ik heb nog, als je nog kijkt, dan ben je waarschijnlijk iemand die niks te doen heeft. Net zoals ik. Ik heb echt geen fuck te doen. Ik zit een beetje om me heen te kijken. Het regent een beetje. Lampen, straatlampen staan aan. Gezellig. Ja, en dat is het wel. Het is een USB-stick. Ik heb zo'n hele coole USB-stick. Als je die in de computer doet, dan gaat een oranje linkje branden. Hij is zo van, wow! Kom ik op school en dan iedereen zit er nog zo van, wow! Kom ik op mijn werk en zit ook iedereen zo van, wow! Weet je wel. Ja, jullie kennen het gevoel wel. Zo'n USB-stick heb ik dan. Ja. En wat ook heel cool is, dat is nog cooler van de USB-stick. Het lichtje gaat een beetje knipperen, een beetje dimmend en dan gaat hij weer een beetje sterker. En dan weer een beetje dimmend en dan weer een beetje sterker. Alsof je wil zeggen van, jongen, ik ben stoer. Ik ben man, ik ben macho man. Ja, en wat ben ik nou, wat is er nog meer te doen? Er ligt een rookmelder op mijn computer. Zo vaak staat hij aan. Serieus. Dat ik er een rookmelder op heb gelegd. Ik heb echt zo vaak aanstaan. Nou ja. Totdat ik mijn laptop had, hè. Maar mijn laptop, jong. Ja, dat kan ik alleen niet meer opnemen. Ja, dat kan ik wel meer opnemen. Maar dan hoor je zo'n geluid van. Ik heb geen idee waarom deze computer beter is. Als jullie willen weten wat voor microfoon ik heb. Ik heb een of ander Vibra-ding. Serieus. En nog best wel goede kwaliteit. Ja, als ik eenmaal professioneler word, dan koop ik zo'n Blue Yeti of zo, weet je wel. Of hoe die dingen ook heten. En naast mij ligt hier een Resident Evil boekje. Van Resident Evil 5, niet 6. Of toch, nee, dus 6 bestaat niet. Als 6 zou bestaan, dan zou het misschien wel 6 liggen. Een doos van Guitar Hero on Tour voor de DS. Had ik toen een keer gekocht voor 7 euro of zo. Ik bedoel, fuck dat. Kreeg je zelfs een leuk stylus pennetje bij. Hè? Er was geen stylus pennetje, er is gewoon zo'n plak erom. En dat is een stylus pennetje. Dat is wel vet. Een paar schijf verbatim discs, omdat ik mijn Wii heus niet omgebouwd heb. Hier ligt nog een spel volgens mij. Welk spel zou het zijn? Oh, 3 maanden gold lidmanschap Xbox Live. Voor de mensen die vragen wat mijn Xbox Live ID is. Dat is XD case. Omdat ik toen al Gigcase had gebruikt en Gigcase ook al. Toen dacht ik, ja, dan maak ik maar een nieuw account en ja, XD case. Hé, hey, zit er nog een kaartje in? Oh, nee. Maar in ieder geval, ik ben heel weinig online. En ik heb ook een PS3 idee. Dat is ook Gigcase. En die is ook heus niet omgebouwd. Ja, ik kan nog wel 2 uur door blijven praten, maar dat vooral niet veel, dat mijn internet gewoon verkut is. Ik hoop dat het morgen goed is, of tegen die tijd dat jij het kijkt misschien wel vandaag goed is. Dan zien jullie gelijk de special, want het is een soort van special voor mijn 200 subs. Er komt nog een shout-out voor iemand. Ja, natuurlijk nog eventjes het kanaal bekijken van Survation HD. Hij heeft misschien op dit moment nog geen filmpjes, maar zijn filmpjes zijn wel goed. Ik kijk ernaar, laat ik het daarop houden, dat is echt al goed genoeg. Iets waar ik bijvoorbeeld niet naar kijk is dagelijks HD, daar kijk ik helemaal niet naar. Weet je wel, dat is echt gelijk genoeg, weet je wel. Kijk, daar vind ik gewoon, ik vind dagelijks HD niet slecht. Ik heb het meer het idee dat er te veel viewers zijn, omdat Milan erbij zit. Ik heb voor de rest persoonlijk niks tegen Milan, maar dat vind ik een beetje jammer. Ik vind gewoon dat het Let's Play vak op echte Let's Players, dat die het meeste moeten krijgen. Maar Milan heeft al een heel groot kanaal en dan dit erbij. Ik vind het dubbel op. Ik gun Milan het wel. Ik vind dat hij het... Hij is goed. Hij is gewoon goed. Dat te weten. Maar diep van binnen vind ik bijvoorbeeld iemand als de Kinker HD. En de Kinker HD vind ik dan. En Luqua HD. En Ninwezen. En noem maar op, die mensen. Die vind ik dan gewoon veel beter. Omdat het gewoon echte Let's Players zijn. Die zijn nergens anders bekend. Ja, door dagelijks HD een klein beetje. Door dagelijks HD is het bij hun begonnen. Bij mij niet echt. Omdat mijn video was voor veel mensen slecht. Maar ja. Ik doe iets in de humor. En als je iets in de humor doet,
dan is het vaak zo dat dat je niet iedereen's wens kan voldoen. En één iemand kan een grap heel goed vinden en de ander heel slecht. En een ander kan een grap heel goed vinden en een ander ook weer heel slecht. Diezelfde twee personen. Dus je kan niks over humor zeggen en dan gaan mensen zeggen dat mijn humor heel slecht is. Maar dat kan je niet zeggen, want de ander kan het toch heel leuk vinden. De meeste mensen die hier naar kijken vinden mijn humor goed. Nou, dan vind je dat. Dan hoeft niet iedereen het te vinden. En dat is lastig van humor. Ja. Maar dus, ik vind veel andere mensen vind ik veel beter dan zoiets als Darius D. Ik zie Darius D meer om jezelf bekend te maken. En Spooky vind ik dan, ja, die vind ik er ook niet helemaal bij hoor. Die vind ik niet echt, het is niet een echte let's player, laat ik het daarop houden. Een let's player is iemand die gewoon begonnen is met, echt met game video's maken, zoals ik nou doe. En die er gewoon ook niet meer stopt. Die gewoon altijd die dat blijft doen. Dat is een let's player. Maar niet iemand die eerst een heel bekend kanaal had. En daarna een niet zo bekend kanaal. Ja, nog steeds een heel bekend kanaal. Maar dat juist omdat hij een heel bekend kanaal had. Bekeken wordt. Net zoals Toby. Hupplepup, nog wat. Dat is ook zo iemand. Die heeft eerst een heel bekend kanaal. En dan heeft hij een game kanaal op. Puur omdat game video's makkelijker te maken zijn dan vlogs, sketches en weet ik wat. Ik zeg niet dat Milan dit doet, maar puur mijn mening. Als je mijn mening niks vindt, sorry hoor, maar dat is het dus. Maar ik ben al zeker 12 minuten aan het praten. Ik denk dat weinig minuten mensen dit hebben gekeken. Maar als je er wel hebt gekeken, dan ben je een veteraan. Want die rijft u de geheime postcode loterij wachtwoord. Het is fuck you. Stuur naar postcode loterij @hotmail.nl om dit. Wat kan je winnen? Deze Xbox Live 3 maanden gold lidmaatschap zonder kaartje erin waardoor je lidmaatschap krijgt. Oftewel dus alleen de kaft, maar je kan er ook geen cd'tje doen, want er zit zo'n kaartding in plaats van zo'n cd'tje. Dus heb je er vrij weinig aan. Maar je kan er nog altijd winnen, dus als jij het wil winnen, stuur naar steendroog@hotmail.nl. En dan win je wel, weet je. Dat is een leuk rijpje. Stuur het naar steendroog@hotmail.nl en dan win je het wel. Ja, dat is inderdaad een heel leuk rijpje, Kees, zeggen jullie dan. En wat moeten wij ermee? Ja, dat weet ik niet. Wat boeit mij dan, jong? En Rockstar Games Social Club, die zit heel de tijd bij te vragen, hé, hey, Kees, ga je wachtjes invullen? Nee, dan doe ik wel niks in, hè. Ja, nee, maar Kees, ga je wacht nou eens invullen, jong? Nou, doe maar. Weet je nu af en toe? Ja. Nou, doe maar. Dus dat is mijn Rockstar Games Social Club. Ik zal het gewoon Rockstar moeten noemen, punt. Niet Rockstar Games Social Club. Of ik word RGSC. Wat weer staat voor Ruk Gamers Sukkende Kut Club. Wat dan weer afgekort is. RGCK. Ja. Ik zal ook nog een keer een filmpje maken over de Minecraft server waar ik op speel. Daar heb ik heel veel mooie shit gebouwd. Dat is ook met Servation AD. Maar in ieder geval, abonneer op zijn kanaal. En als je dat niet doet, dan maak ik geen video's meer. Dus, doei! Wacht. Ik had hem nog niet op stop staan, sorry. Dus, als je niet abonneert op zijn kanaal, dan stop ik mijn video's maken. Is dat goed? Is dat leuk? Maar ik stop niet echt hoor. Nee, ik stop echt niet echt. Nee, geintje ook. Die denkt, nee, snel abonneren, iedereen abonneren. En dan weer vergeet er eentje, zeg ik. Ja, ik stop mijn video's maken. Ah, sorry. Nee. Ik maak gewoon nog wel video's, hoor. Ik maak gewoon nog video's. Ik moet toch wat te doen hebben, hè. En ik heb vaak licht gewoon een beetje bed. Een beetje tv kijken, een beetje laptop, hè. Ja, dan kan ik beter dingen doen, weet je. Dat is wel actiever.
En dan verneuk ik mijn stem ook mee, weet je wel. Want ik heb meestal als ik een filmpje aan gemaakt. Dan ben ik helemaal black. Back off. Ik wil blackout zeggen, want ik had geen blackout. En ik ben al wel weer bijna een kwartier aan het praten. Nee. Ik ben bijna een mortier aan het praten. Nou. Dan wil ik jullie allemaal een fijn kerstmis wensen en een gelukkig nieuwjaar. Later!